oproep tot vrede in Oekraïne. Het doek valt voor festival op het eiland. En angst in de sportschool door gym anxiety. Het is vandaag de landelijke actiedag voor Giro 555 om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De hele dag, net als afgelopen week, worden er tal van acties op touw gezet. Vorige week namen we al een kijkje bij een inzameling van kleding in Wijchen. Daarvan is een deel inmiddels al weggebracht naar het getroffen gebied. Nou, de actie ging in principe hartstikke goed. De collega's en we waren heel snel erbij. Dus we hebben heel veel vrachtwagens die kant op kunnen sturen. En ons eerste vrachtwagen die is dan vorige week zaterdag, op een juiste wijze, op een safe wijze in Turkije aangekomen. En zondag was hij op locatie en dan hebben ze het met z'n allen uitgeladen. De mensen waren super enthousiast en super blij. En alle hulp was ook natuurlijk heel goed te gebruiken op dat moment. De vrachtwagen zaterdagavond is aangekomen, zat niet alleen vol met spullen uit Wijchen. Iedereen heeft in zijn eigen regio, eigen stad, de inzamelactie gestart. En zodoende hebben we het met z'n allen aangepakt. En de spullen die nog niet zijn meegegaan, wanneer worden die weggebracht? We zijn dagelijks bezig met het verzenden. We zijn nog steeds bezig met het verzamelen. Dus vandaag wordt er ook verzameld en dan waarschijnlijk binnen enkele dagen rijdt er weer een vrachtwagen die kant op. Maar goed, het is niet natuurlijk alleen via vrachtwagens gegaan, maar Turkish Airlines heeft ook geholpen, niet alleen ons, maar meerdere partijen uit Nederland, om de spullen zo spoedig mogelijk in Turkije te krijgen. Wie deze dagen op de Wouwkade loopt, zal het vast niet ontgaan. Een 20 meter lang kunstwerk gemaakt van stoepkrijt. Woensdagmiddag werd het kunstwerk ingekleurd door zo'n 60 jongeren uit Oekraïne en de regio Nijmegen. De kunstenaars hopen dat Poetin, maar ook andere wereldleiders, de oorlog in Oekraïne laten stoppen. Op het kunstwerk centraal staat een groot vredesteken. Met op de achtergrond blauw en gele banen als verwijzing naar de vlag van de Oekraïne. En daaromheen vredesduiven. Eigenlijk hopen we dat jullie bericht of bericht op social media het Kremlin bereiken. Waardoor Poetin denkt, nou dan stop ik maar met die oorlog. Ja, maar Poetin gaat hier waarschijnlijk niet wakker van liggen. Nee. Oekraïense leerlingen van het Pontum College en Nederlandse leerlingen van Notre-Dame in Ubbergen mochten woensdag het kunstwerk krijten op de muur aan de Wouwkade. Ja, ik vind het wel erg leuk om te doen. Ik hou altijd van krijten en dus gewoon gezellig ook om tussendoor te praten. Ja, it's my maybe future work. Ik ben nu hier een soort van een duif aan het tekenen en dan is hier een peace sign. En dan wat kleuren er zo tussen. Maar niet alles verliep meteen vlekkeloos. We hadden gisterochtend al het ontwerp gemaakt hier. En één keer per jaar laat de gemeente de hele kademuur schoon spuiten. Nou, je raadt het al, gistermiddag was alles weg. Dus we hebben weer opnieuw een ontwerp moeten maken. En dat hebben ze vanochtend gedaan. Nou, het gaat trouwens hard. De vraag is, hoe lang is het kunstwerk nog te zien? Nou, en we hopen een aantal dagen tot weken, als er niet veel regent weken. En het is ook niet per se bedoeld als permanent kunstwerk. Hoewel, als de mensen er zo enthousiast over zijn dat daar verzoeken voor komen, is natuurlijk altijd over te praten. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Uit onderzoek blijkt dat 38% van de jongeren last heeft van gym anxiety. Wat dat precies is, hoor je zo. Het festival op het eiland zal niet meer terugkeren tijdens de vierdaagse feesten. Dat maakte de organisatie woensdagochtend bekend. Het onderdeel van de feesten werd de afgelopen 10 jaar georganiseerd aan de noordzijde van de Waal, waar het in 2013, bij het ontstaan van het stadseiland, de voorloper Habana opvolgde. De voornaamste reden voor het einde van het festival is de stijging van materiaal- en personeelskosten. Hierdoor kan het gratis festival niet meer zonder risico gefinancierd worden. De Vierdaagse is uitverkocht. Alle 47.000 kaarten over alle afstanden. Dat meldde de organisatie dinsdagavond. Niet eerder ging het volgens hen zo snel. De
De vrees voor annuleringen door corona, die het wandelevenement vorig jaar parten speelde, is definitief verdampt, zo lijkt het. Vorig jaar ging het moeizaam met de kaarten. Op enig moment werd voor 2022 zelfs de inschrijftermijn verlengd. En dan nog melden zich maar iets meer dan 42.000 deelnemers aan. In 2024 wordt definitief gestart met de bouw van de eerste woningen van de nieuwe woonwijk Wiegewest. Er komen uiteindelijk 1300 woningen. Wethouder Geert Gerrits heeft woensdag namens de gemeente Wiegen de plannen officieel ondertekend, gezamenlijk met vertegenwoordigers van de marktpartijen. Ruim de helft van de 1300 nieuwe woningen krijgt een verkoopprijs lager dan de gemiddelde woningprijs. Ongeveer een derde bestaat uit appartementen. Daarnaast krijgen geïnteresseerden de kans om binnen 5 deelgebieden zelf hun woning te realiseren. En dan nog meer woningbouwnieuws, want ook in het Overbetuwse Randwijk gaat gebouwd worden. De Kerkstraat en Koningin Julianastraat zijn daar aangewezen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Er komen onder meer 8 starterswoningen en 16 sociale huurappartementen. De gemeenteraad neemt in april een definitief besluit over deze plannen. Tot slot gaan we nog even naar een vrij nieuw fenomeen, gym anxiety. Uit onderzoek blijkt dat 38% van de jongeren bang is dat zij worden beoordeeld op hun prestaties in de sportschool. Dit zorgt voor sportschoolstress. In hoeverre dit ook in Nijmegen speelt, werd uitgezocht door het team van Beeldbrengers. Dat gaan we checken. Gaan jullie wel eens naar de sportschool? Ja, af en toe. Ja? Hoe vaak is dat dan? 4 keer per week of zo? Ja, ik denk 3. Ja, soms. Ja? 1 keer. Ja, ongeveer 3 keer per week, zoiets. Ik denk 3-4 keer per week ongeveer. En weet u toevallig wat sportschoolstress of gym anxiety betekent? Ja, op zich wel. Dat je gewoon bang bent om überhaupt naar de sportschool te gaan en dat mensen je judgen, zeg maar. En hebben jullie daar zelf wel eens last van? Dat jullie denken van, misschien kan ik deze oefening maar beter niet doen, want anders gaan mensen heel raar naar me kijken. Nou, ik heb met sommige oefeningen dat ik wel ben zo van, dit ziet er gewoon dom uit. Dan doe ik dat gewoon niet. Nee, ik ben er alleen voor mezelf, dus... Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen in de sportschool heel open is naar nieuwe mensen. Dus. Nee, maar als je merkt dat mensen naar je aan het kijken zijn, dan ben ik echt van, oh mijn god, doe ik dit wel goed? Ben ik wel het goede ding aan het doen? En heb je dan niet zelf ook stiekem dat je af en toe mensen gaat bekijken of ze iets goed doen? Nee, eigenlijk niet. Ja, misschien als ik met mensen ben die ik ken, dan zeg ik wel eens van, dat is slecht voor je rug. Ja, nee, ik doe dat eigenlijk juist niet. Ik heb al mijn koptelefoon op en dan ben ik gewoon in mijn eigen wereld. Dus een tip wat je dan de mensen mee zou kunnen geven die dan wel last hebben van sportschoolstress is gewoon koptelefoon op en niet nadenken. Ja, mensen om je heen zijn vaak niet eens bezig met wat jij aan het doen bent. Die zijn ook allemaal in hun eigen wereldje. Dus. Ja, je moet gewoon denken dat je voor jezelf bent, maar dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja, voor de rest, het zit toch een beetje in de mens, of niet? Ja, ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat iedereen daar zit met hetzelfde doel. Dus of je nou breed of dun bent, of juist de hoogvetpercentage of laag. Iedereen zit daar om zichzelf te verbeteren. Ja, dit is hoe de dag vanochtend weer begon. Heerlijk zonnig, fris en her en der een klein beetje nevel boven de weilanden. Die zon is een groot deel van de dag aanwezig gebleven. Maar richting het einde van de middag kreeg de bewolking toch steeds meer de overhand. Vanavond blijft het nog lang droog, maar richting de nacht zal het uiteindelijk toch gaan regenen. Ook morgen houden we het niet droog. Het is vrij onstuimig en er valt van tijd tot tijd wat motregen. In het carnavalsweekend blijft het in eerste instantie regenachtig. Vanaf zondag neemt de buiigheid iets af, maar helemaal droog blijft het niet. Wel is het zacht voor de tijd van het jaar, met vrijdag zelfs 13 graden. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 zie je weer een gloednieuwe filmupdate met daarin een paar films die vanaf morgen in de regio te zien zijn. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.